zijn we weer. Celinde hier in Londen. Ik heb vandaag mijn opening night voor Lemmy. En dus dat is heel erg spannend. En ik ben al onderweg naar de repetities. Want we hebben eerst een repetitie. We hebben notes en een repetitie. En dan gaan we een hele voorstelling doen. In kostuum. En dan hebben we de echte voorstelling vanavond. En Bart en Jeske komen kijken. Bart die eergisteren Warhorse heeft geopend in Nederland. Zit nu alweer in Londen. Om mij te juichen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. We hebben net een dressrun gedaan met Lemmy. Dat ging heel erg goed. En we zitten nu in Juice Tonic. Dat is voor het theater. Super lekkere drank te drinken. En we zijn hier. Bart. En Jeske! Hallo! Hebben jullie er zin in? Heel veel zin. Je wou bijna een hartje maken, hè? Heel veel zin. Maar Celinde, mag ik jou iets vragen? Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er heel erg klaar voor. Ik heb een nieuwe jurk als van 10. En ik heb er gewoon heel veel zin in om iedereen... Want we zijn nu al 4 weken bezig met iedereen. Om iedereen zo in zijn moment te zien shinen. En heb ik vanmiddag al gezien. En dat was nog zo heel erg zo van, oh ja, ik heb 3 jurken aan tegelijkertijd en ik heb heel weinig tijd om te kleden. Maar ik denk dat we nu allemaal alles door hebben, dus ik heb er heel veel zin in. Zet hem op en wij zien elkaar after the show. Doei! I dreamed a dream in time gone by. Dit is de kleedkamer. Hier zit Madame Terranier, Eponine, ik. En Cosette. En ik heb vandaag de koelkast helemaal schoongemaakt. Oh ja, en dit is mijn nieuwe jurk. No. En zo ga ik de barricade op als Angie. Zo heb ik hem maar genoemd. Ja, want ik ben echt eigenlijk ben ik langer Angie dan dat ik van 10 ben. Dus dan moet ze maar na hebben. It's intermission right now. En even zonder grappen, het is niet normaal goed. Het is nog beter gewoon. Ik kan het gewoon bijna niet geloven, het is echt. Het kon dus nog beter. Mijn droom. Het was een droom. Ja, en daarna, die noten daarna. Ja. Dit zijn Celinde's fans, zoals je ziet. Steeds door. Het is steeds door, dus ja, wij kunnen haar nog even niet zien. She took my childhood in his Sister Love. Kleine Sister Love hier. Het ziet er nou uit dat ze trots is. Hey. Ging het goed? Heel goed, toch? Ja, heel goed. Maar wat was de eerste reactie voor de avond? Ja, leuk. Het ging heel goed. Iedereen is er, kijk. Yay! Hallo, Misha Kiek hier. Ik wil even heel trots laten zien hoe Celinde heel casual, alsof het niks is. Gewoon heel vrolijk met de collega's op Leicester Square. Met de epische Le Miserable vlag achter zich. Lekker gewoon even staat te socializen. Terwijl ze zo meteen op dit podium op gaat treden. Het heet West End Live 2014. En het is ook nog een hele bijzondere editie, omdat het de 10e keer is dat ze het organiseren. En Celinde mag hier gewoon optreden. Ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben van wat er zo gebeurt in zo'n week. Ik kon niet alles laten zien, maar als je het allemaal wil zien, kom dan kijken en zeg vooral eventjes hoi bij Stage Door. En dan zie ik jullie hopelijk hier in Londen. Doei!